De bond bij de energiebedrijven Suriname, de EBS, blijft in actie. Verder verscherpen ze. Naast de afdelingen in het westen van het land... hebben ook die van Broekopondo, Mungo, Albina en Apura het werk neergelegd. De stafleden, die ook lid zijn van de bonden... werden vanmorgen opgeroepen om zich aan te melden op de ledenvergadering... die in de kantine aan de Saramaka-straat plaatsvond. De algemeen directeur van de EBS, Rabin Permisser heeft een memo gestuurd naar de medewerkers met bijzondere voorwaarden, de zogenaamde MBV'ers. Hij wijst erop dat in het reglement van de MBV'ers het volgende is gesteld. Vanwege deze factoren is het dan ook niet gewenst dat de medewerker participeert in activiteiten van de OOS, die de beleidsbepaling van het bedrijf mogelijk zouden kunnen doorkruisen of continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen. Dit is een essentiële voorwaarde om in aanmerking te komen voor bijzondere voorwaarden. Maar heeft de medewerkers voorgehouden dat de bepalingen van het reglement ten alle tijde in acht genomen moeten worden. Op de managers is een beroep gedaan om onmiddellijk aan de coördinator van HRM aan te geven welke MBV'ers gehoor hebben gegeven aan de oproep van de OAS. Al dus informatie gekregen van Star News